Cursisten hebben vandaag succesvol de schouder en rugtas en workshop van de Nationale Partij Suriname afgesloten. De cursus startte maandag op initiatief van de Jongerenraad van de NPS. Het doel was om jong ondernemerschap te stimuleren en de cursisten een mogelijkheid te bieden om financieel onafhankelijk te worden. De training is gegeven door de stichting LM Standard Supports. Deze stichting geeft al geruime tijd trainingen aan onder andere binnenlandbewoners. En Leonie Jansen, secretaris van de stichting, vertelt dat de cursisten de workshop vlot hebben doorlopen. Ze hebben het snel opgepakt. Ze hebben begonnen met patroon tekenen en daarna het knippen van de stof en daarna direct stikken. Dus ja, ze hebben het netjes gedaan. Sommigen kunnen nog iets netter afwerken. Maar ze kunnen wel zelf nu verder thuis om ook tassen te maken. Hoe lukt het jullie om de kennis over te brengen? Ik ben samen met een stagiaire textielkunde hier gekomen. Dus zij heeft in Nederland veel ervaring al opgedaan en weet hoe ze met de naaimachine moeten werken. Dus zo hebben we het overgebracht. Kan je ons een beetje meer vertellen over je stichting? Wat doen jullie allemaal? Stichting LM Standard Supports doelstelling is om meer mensen zelfredzaamheid te vergroten. En met name met oog op economische onafhankelijkheid op de lange termijn. Dus met name microkredieten en vooral ondernemerschap stimuleren. Dat is dus Leonie Jansen. De 17-jarige Mahogany Wikkeling heeft ook meegedaan aan de workshop. Ze heeft de cursus als leerrijk ervaren en is bijzonder blij met deze geboden kans. Ik vind het leerrijk, leuk, want je kan ook geld maken met die tassen die je leert maken. Althans, dus vandaar dat ik het leerrijk vind. Was de cursus moeilijk? Boy, het was niet moeilijk als je je inzet, maar het was wel, hoe ik pas leer naaien, dan was het wel een beetje difficult, vind ik hoor. Wat moest je de eerste dag allemaal leren? De eerste dag heb ik leren een patroon leren tekenen en knippen. En ging dat wel goed? Jawel, het ging goed. Dus Mahogany Wikkeling, een van de cursisten van de schouder- en rugtassen workshop. 8 personen hebben met succes de workshop, die een initiatief was van de NPS Jongerenraad, doorlopen.